Welkom bij het geneesmiddel van de week. Het geneesmiddel dat deze week centraal staat, is Meropenem. Meropenem is een breed spectrum antibioticum en valt onder de groep van beta-lactam antibiotica. In de structuurformule is de beta lactamring te zien. Meropenem kan alleen via intraveneus via een infuus worden toegediend en behoort tot de zogenoemde reserve-antibiotica. Meropenem kan voor veel verschillende soorten infecties worden gebruikt, variërend van een urineweginfectie tot een hersenvliesontsteking. Meropenem is een breed spectrum antibiotica omdat het tegen bijna alle soorten bacteriën werkt, zowel aerobe als anaerobe gloeiende bacteriën en bacteriën die grampositief of gramnegatief zijn. En Meropenem wordt alleen voorgeschreven bij ernstige infecties waarbij andere beta-lactam antibiotica. Zoals penicillinus of cefalosporines onwerkzaam zijn. Omdat meropenem alleen via een infuus kan worden toegediend, wordt het alleen bij patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis voorgeschreven. Meropenem wordt in sommige patiëntengroepen als eerste keuzetherapie voorgeschreven. Bijvoorbeeld bij patiënten die door chemotherapie een verminderde afweer hebben. Bij deze zogenoemde neutropene patiënt wordt als hij kort heeft gestart met een behandeling met meropenem zodat vrijwel alle bacteriën die de infectie kunnen veroorzaken behandeld worden. En zodra de bacterie gevonden is die de infectie veroorzaakt, wordt er versmald naar een ander antibioticum. Net zoals andere beta-lactam antibiotica verstoort Meropenem de opbouw van de celwand van de bacterie, waardoor de celwand niet meer functioneert en de bacterie door lysis doodgaat. Het is dus een bactericide middel. Bacteriën die bloot worden gesteld aan antibiotica proberen zich hierop aan te passen, zodat zij niet meer gedood worden door de antibiotica en resistent worden. Binnen de beta-lactamantibiotica gebeurt het onder andere doordat bacteriën beta-lactamase produceren. Beta-lactamase zijn enzymen die de beta-lactamring in bijvoorbeeld penicilline of amoxicilline afbreken. De ring breekt hierdoor als het ware open en hierdoor is het antibioticum niet meer werkzaam. Meropenem is minder gevoelig voor beta en blijft meestal werkzaam als bacteriën dit zien produceren. En dat resistentie een toenemend probleem is, is in de grafiek rechts op de slide te zien. In deze grafiek is het gebruik van meropenem in de afgelopen 10 jaar weergegeven. En hierin is te zien dat het gebruik is verdubbeld. Meest waarschijnlijk omdat andere antibiotica niet meer werken en men gedwongen is reserveantibiotica zoals meropenem te gebruiken. Ter voorkoming dat bacteriën ook resistent worden tegen meropenem... moet er bij iedere patiënt worden overwogen of meropenem wel geïndiceerd is... of wat men toch niet beter een smalle antibioticum kan voorschrijven. Net zoals ieder medicament heeft meropenem bijwerkingen. De meest voorkomende zijn misselijk, braken, diarree, buikpijn en hoofdpijn. Een contraindicatie voor het geven van meropenem is een eerdere allergische reactie op meropenem... Of een zeer ernstige allergische huidreactie op een ander beta-lactamantibiotica. Verder is gebleken dat meropenem niet samen met valprovinuszuur gegeven mag worden. Omdat de spiegel van valprovinuszuur verlaagd kan worden door de meropenem. Dit kan je ook zien in de grafiek op de slide. En mocht je je afvragen waar je valprovinuszuur ook alweer voor gebruikt. Ook daarvan is een filmpje van de week. Samenvattend: meropenem is een breed spectrum antibioticum behorend bij de groep beta-lactam antibiotica. Het is een reserveantibioticum en wordt gebruikt bij ernstige bacteriële infecties waarbij andere antibiotica onwerkzaam zijn. Bij patiënten met een verminderde afweer wordt er standaard gestart met meropenem. En door toenemende resistentie van bacteriën tegen gangbare antibiotica neemt het gebruik van meropenem toe. Om resistentie tegen meropenem te voorkomen, moet men terughoudend zijn met het voorschrijven van meropenem en indien mogelijk een smaller antibioticum voorschrijven.